Ja, onze spreekkamer als huisarts zit vol met mensen met leefstijlgerelateerde klachten en aandoeningen. En zoals overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, darmklachten. Nou, wij zijn ervan overtuigd dat deze mensen niet in de eerste plaats de stap zouden moeten maken naar medicatie, maar echt met hun leefstijl aan de slag zouden moeten gaan. Ja, we zien als huisarts zien we vaak veel bezwaren. Hè? We hebben het idee dat mensen niet gemotiveerd zijn, dat ze het moeilijk volhouden. Hebben we daar wel tijd voor? Onze spreekuren zitten al heel erg vol. Maar je ziet dat een gesprekje van zo'n 30 seconden mensen echt al kan aanzetten tot het veranderen van hun leefstijl. Ja, we zijn vaak bang dat mensen dat heel betuttelend of belerend vinden. Maar als je dat echt doet vanuit oprechte interesse, dat mensen daar meer dan bereid toe zijn om met jou daarover het gesprek aan te gaan. Nou, als er een patiënt bij me komt waarvan ik het idee heb van, nou, daar zou leefstijl wel eens een rol kunnen spelen, dan vraag ik ze om een leefstijlanamnese in te vullen. En die gaat erom van, goh, hou nou eens een paar dagen bij wat je eet, hoe slaap je, speelt er veel qua stress, rook je, drink je, hoeveel beweeg je. Die mail ik ze en ik vraag ze die om voor het volgende consult, ik plan dan altijd een consult na een week, om die weer in te vullen. Nou, dan neem ik het met ze door. Kijken we dus samen waar het probleem zit en verwijs ik ze door naar de juiste zorgprofessional. Nou, je ziet het moment dat ze zo'n leefstijlanamnese invullen, dan komt die bewustwording al over hun eigen leefstijl. Nou, als je dat samen met de patiënt doorneemt, hè, door ook te vragen van, goh, wat valt jezelf op? Ja, dan zie je dat ze ook intrinsiek ook gemotiveerd raken om daar ook mee aan de slag te gaan. Ik denk niet dat het onze rol is als huisarts om uitgebreide voedingsadviezen te geven. Hè. Ik zoek daar absoluut gewoon een goede samenwerking met de diëtist voor. Maar ik denk dat het onze rol voornamelijk is echt het signaleren, het motiveren, het doorverwijzen. Maar ook het stukje nazorg wat daarna komt. Als mensen aan de slag gaan met hun leefstijl, zie je binnen een redelijk korte termijn, dus vaak 4 of 6 weken, dat het al een enorme impact heeft. En dus mensen voelen zich vaak fitter, zitten lekkerder in hun vel, slapen soms beter. En zeker bij aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, zie je dat al na 4 weken je vaak medicatie kan gaan afbouwen. Dus dat is zowel fantastisch voor de patiënt als enorm leuk voor jou als dokter om daarmee aan de slag te gaan.